opnieuw een vlog met een broeder hier uit het dorp Sliedrecht. Ik ben hier samen met Johan van Ooyen. Johan, fijn je te spreken. Hi. Je bent evangelist en je reist ook door het land. We hebben zojuist al even met elkaar gesproken over de crisis. Maar ik wil het graag eens met jou eens even hebben over bidden te midden van de crisis. Hoe kijk je er tegenaan, Johan? Ik denk dat het gebed het meest krachtige wapen is in deze tijd. We zijn heel erg bezig met de situatie. Ik merk ook heel veel christenen zijn daarmee bezig. Maar het allerbelangrijkste is dat we bezig zijn om onze focus te hebben op onze hemelse Vader. En dat was ook het leven van de Heer Jezus. Hij trok zich terug in de stilte om met de Vader te zijn. Liet zich niet overmeesteren door alle omstandigheden. Ook in zijn tijd, de onderdrukking van de Romeinen. Hij was bezig met de roeping die hij op zijn leven had. En die vervulde hij ook in de samenwerking met de Heilige Geest. En ook samen met zijn vader, in gebed. Ja, want kijk, wat je wel ziet is natuurlijk een beetje... Ik merk dat christenen het heel moeilijk vinden, vooral ook misschien evangelische christenen, om te zeggen, ja, maar is God hier wel bij betrokken? Hè? Hij heeft er helemaal niks mee te maken. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ik bedoel, ja, God is soeverein. Zit hij hier achter? Zit hij hier niet achter? Hoe zie je dat? Nou, God draagt de wereld in zijn hand. Dus hij is sowieso betrokken. De Bijbel zegt ook dat zijn ogen de ganse aarde doorlopen. Ook in deze periode geloof ik, juist staat er zo mooi in 2 Kronieken 16 vers 9. Zijn ogen doorlopen de ganse aarde om krachtig bij te staan, wiens hart naar hem uitgaat. Dus ja. God is altijd betrokken met alle situaties in ons leven. Dus ook als zo'n situatie van dit virus ons treft, is God er ook bij betrokken. Ja. Alleen hij kijkt, hoe reageren wij vanuit ons hart daarop? Ben ik helemaal je eens. En wat betekent dat dan voor ons gebedsleven? Hè? Dus oké, God is betrokken. En kan je iets praktischer worden ook over gebed? Ja, daar wil ik zeker zijn. Kijk, je merkt vaak in tijden van nood en van onzekerheid dat mensen meer gaan bidden. Op zich is dat een mooie reactie, maar het zou natuurlijk fijn zijn als je je gebedsleven met God al ontwikkelt dat voor deze periode. Maar goed, God gebruikt ook deze periode om misschien jouw gebedstijd met hem te ontwikkelen. Tijd met God doorbrengen, elke dag. En ik doe het persoonlijk op de knieën, omdat ik geloof dat daar zegen van uitgaat. Het Hebreeuwse woord knie is de berek. En de barak is de zegen van God. Die horen bij elkaar. God zegent zijn leven, zijn goede woorden over jouw leven. Die komen naar je toe op het moment dat je je afhankelijk van God opstelt. En ik denk dat dat de juiste houding is. Niet alleen tijdens de crisis van de corona, maar ook altijd in ons leven als christen. Een houding van afhankelijkheid. En die openbaar je ook in je gebedsleven met God. Ja. Hey, en 2 Kronieken 7 vers 13 en 14, hè, dat spreekt ook over... toch wel ook een besmettelijke ziekte, de pest die over Israël kwam. En dan gelijk erachteraan staat die tekst uit 2 Kronieken 7, 14 over verootmoediging. Ja. Wat doet die tekst met jou? Ja, ik heb toevallig die vanmorgen nog gepost. Dus, niet toevallig, maar tof dat je hem aanhaalt. Maar die tekst is wel... verootmoediging vind ik super belangrijk. Als je kijkt in de Bijbel zie je dat een Daniel, een Nehemia en Ezra, ze verootmoedigen zich voor de zonde van hun volk. Ze verenzelvigen zich daarmee. Ik doe het ook geregeld in mijn gebedstijd en zeg ik, Vader, doe ons niet naar onze ongerechtigheid. Degene dingen die we verkeerd hebben gedaan of de dingen die we niet hebben gedaan. Want dat zegt Nehemia ook, we hebben dingen niet gedaan die u van ons vroeg. Heer, maar wil ons vergeven, wil ons genadig zijn en doe ons naar uw barmhartigheid. Ja. En dan pleit ik ook op het bloed van de Heer Jezus. Ja, en dat geldt eigenlijk in de eerste plaats van Gods volk, de gelovigen, of niet? Ja, ik denk dat alleen een gelovige intimiteit met de Vader kan hebben. Dus ik ga ervan uit dat zijn volk wordt opgeroepen om te bidden. In deze tijd? Vooral in deze tijd. En hoe kunnen we dan ook voor een dorp als Sliedrecht, hoe kunnen we dan allemaal persoonlijk in onze dorpen en steden, hoe kunnen we dan praktisch bidden, ook voor die bescherming? En betekent dat dan als wij... op die bescherming mogen of op die belofte mogen gaan staan, dat we dan ook helemaal die ziekte niet meer krijgen? Nou, ik zou altijd gaan pleiten op het volbrachte werk van de Heer Jezus, op zijn vergoten bloed. Paulus spreekt in Colossenzen 1 vers 14 en Efeze 1 vers 7 over, wij hebben de verlossing in zijn bloed. En dan ook de vergeving van de overtredingen. En ik denk dat je daarvoor altijd voor mag bidden. Dus ik zou altijd pleiten op het volbrachte werk van de Heer Jezus, op zijn kostbare bloed. Dan zal ik je gezin ook onder veilig stellen. Heel praktisch bid ik dan, Heer, we stellen ons onder het kostbare bloed van de Heer Jezus, het goddelijke bloed van de Heer Jezus. Heer, we pleiten erop dat die plaag ons niet raakt. En mocht die plaag mij wel raken, geloof ik ook, omdat God soeverein is, dat hij dat laat meewerken ten goede. Hij laat alles in ons leven meewerken ten goede voor degene die hem lief hebben, zegt Paulus in Romeinen 8. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is om als fundament te geloven. Ja, nou, dat vind ik heel mooi. Hè? Daarmee wil ik afsluiten en jou ook heel veel zegen wensen in je bediening.